De vereniging Horeca Suriname wil opheffing van de avondklok en versoepeling van maatregelen voor de horecasector. Dit was de aanleiding van de protestactie vandaag van de horecaondernemers. De actie stond onder leiding van de voorzitter van de vereniging, Jonathan Marto Di Harjo. En de beperkingen niet het gewenste resultaat hebben geleverd en dat de Mohana-regels niet altijd worden nageleefd. Ook heeft de horecasector zware verliezen geleden sinds de COVID-maatregelen zijn ingesteld. Op grond hiervan heeft de vereniging vandaag een petitie ingediend bij de Nationale Assemblée en het kabinet van de president. In de petitie wordt onder meer gevraagd om de indoor dine-in open te stellen en de sector op zijn vroegst 11 uur 's avonds te laten sluiten. Ondernemers Henk van Dijk en Dax Fong Hing gaven aan dat de maatregelen ook hun onderneming zwaar hebben beïnvloed. Deze maatregelen zoals het nu wordt toegepast, kunnen wij ons hoofd niet meer boven water houden. Ik heb bijna 60% van mijn personeel is weg. Ik heb een van de ondernemingen moeten sluiten halen. Dat aan de andere. Het liefst zou ik niet protesteren en het liefst zou ik geen actie ondernemen. Maar ja, helaas kan ik niet anders. Ja, gisteren moest ik lonen betalen. Ik kon mijn lonen niet betalen. Ik schaamde me ervoor. Ik bedoel, dat kan niet toch. Ik bedoel, andere ondernemingen gaan gewoon open. Die tijd is te kort. Ik maak precies een half uurtje een beetje van die mensen die wat bitterballen en saté's en onze lekkere slijker komen eten. Maar ja, die mensen komen gewoon laat. Ze komen 7 uur. En dan moet ik 8 uur eigenlijk al dicht. Ik bedoel, dat is geen doen. En daarvoor betaal ik 7 man personeel. En ik bedoel, hoe red je het dan met je arbeidslonen en zo? De petitie is gericht aan president Chandrika Persat Santokhi. De minister van Volksgezondheid heeft ondertussen de vereniging uitgenodigd om de kwestie te bespreken. Fong Hing hoopt dat de petitie serieus behandeld wordt en dat er concrete afspraken worden gemaakt. Anders gaan we zwaardere acties moeten ondernemen. Ja, en daarvoor zijn we echt niet vies voor. We zijn wel bereid om te vechten voor de rechten die ons gegeven zijn. Want dit is schending van mensenrechten. Ze kunnen ons niet in de lockdown zo houden. Ze hebben ons al eerder een week onrechtmatig in de lockdown gehouden. Toen dat in het nieuws is gekomen, hebben ze het verlengd met een maand. Op grond waarvan? Gisteren waren er 100 besmettingen. Begrijp je? Dus waarom moet ik nog 2 weken wachten terwijl ik vandaag al 2 tot 3 uurtjes eerder of langer open zou kunnen gaan? Veel horecabedrijven zijn reeds over de kop gegaan en vele medewerkers zijn op straat komen te staan. Zonder actie zullen er nog velen volgen, zegt Marto Di Harjo. De horecaondernemers hopen snel een reactie te krijgen van de regering.